studentenvereniging voor internationale betrekkingen. En naast gezelligheid activiteiten organiseren we ook congressen, symposia en lezingen. Over onze lezing vanavond. Nou, waarom nu? Toevallig, omdat het niet eens toevallig. Haast op de dag af, 2 jaar geleden, zijn grootschalige protesten in navolging van andere Arabische landen ontstaan in Syrië. En gewapende groeperingen verzetten zich tegen de pogingen van president Bashar al-Assad om de protesten neer te slaan. Waarbij naar schatting reeds 70.000 doden zijn gevallen. Het Rode Kruis heeft vrijdag alarm geslagen omdat de humanitaire nood groter is dan ooit. 4 miljoen mensen hebben hulp nodig, 1 miljoen mensen zijn het land uitgevlucht en 2 miljoen mensen zijn op de vlucht in hun eigen land. Vanavond maken we de balans op. Assad heeft de helft van zijn troepenmacht inmiddels verloren. De oppositie werkt aan een tegenregering in het noordelijke gebied dat in handen is van de rebellen aan te sturen. Naar wat ik heb begrepen is het zelfs gelukt om een president daarvan een leider daarin te vinden. De Israëlische inlichtingen hebben afgelopen week gesteld dat Assad uitgebreide voorbereidingen treft om chemische wapens te gebruiken tegen de rebellen wanneer hij nauwgedreven wordt. En ook dat lazen we vandaag terug in het nieuws. En gisteren kwam in het nieuws dat Syrië de Libanese grens aan het bombarderen is. Hebben de burgers voor verbetering kunnen zorgen of is de Syrische situatie juist achteruit gegaan? En wat is de toekomst van het conflict? Dat zijn de vragen die we vandaag proberen te beantwoorden. Voor ik jullie nader aan de spreker introduceer, even kort over het verloop van de avond. De eerste helft bestaat uit ongeveer 45 minuten waarin de spreker Maarten Zegers een verhaal gaat vertellen over zijn tijd daar en het ontstaan van de protesten. Vervolgens is er een pauze van 15 minuten en vervolgens zal er nog ruimte zijn voor vragen en discussie. Dan over de spreker. Maarten Zegers woonde al 2,5 jaar in Damascus toen de protesten uitbraken in Syrië. Hij berichtte regelmatig over in het Radio 1-journaal en correspondeerde anoniem voor het NRC Handelsblad en De Standaard. Als een van de weinige journalisten kon hij van binnenuit verslag doen, totdat hij werd gearresteerd door de Syrische autoriteiten en het land uit werd gezet wegens illegale journalistieke praktijken. Over zijn tijd in Damascus schreef hij het boek, zal ik even pakken. Wij zijn Arabieren, portret van ondoordringbaar Syrië. Hij heeft ook een aantal exemplaren meegenomen die in de pauze en na afloop verkocht kunnen worden. En bovendien is zijn boek op dit moment genomineerd voor de Bob Dylan Uilprijs, waarvan op 12 mei de uitreiking plaatsvindt. Goedenavond jongens. Hij heeft al een beetje gezegd wat ik ga vertellen. Ik ga eerst een beetje over mijn tijd in Damascus zelf vertellen en hoe de revolutie is verlopen. En dan stel ik voor dat jullie na de pauze gewoon vragen stellen over de actuele ontwikkelingen in Syrië. Ik ga ervan uit dat jullie niks weten, dus als jullie denken van, oh dat weten we allemaal al wel, dan moet je gewoon roepen. En voor mij mogen jullie het gesprek ook gewoon sturen. Dus als iemand een vraag heeft of iemand zegt van nou, ik wil hier iets meer over weten, dan mag je me gewoon onderbreken. Ik ben van huis uit Arabist. Ik heb gestudeerd in Nijmegen Arabisch en daarna ook politicologie. En na mijn studie kreeg ik een baan als vertaler in Den Haag. En wat ik nu ga vertellen, dat gaat jullie ook allemaal overkomen. Jullie zijn klaar met jullie studie en dan denken jullie van, nu ga ik de wereld veroveren. En dan kom je dus op kantoor terecht en dan word je heel ongelukkig van. Ik dus ook. En er waren momenten bij dat ik achter mijn computer in slaap viel. Of dat er een duif voorbij vliegt. En dan denk ik van nou, dit is het hoogtepunt van mijn dag. Hier moet ik mee stoppen. Dus dat heb ik ook gedaan. En toen heb ik eigenlijk een paar hele rigoureuze stappen genomen. Ik heb mijn baan opgezegd. Ik heb uitgemaakt met mijn toenmalige vriendin. Ik heb allemaal meubels op marktplaats gezet en een engeltje Damascus gekocht om te gaan doen wat ik wilde. En ik
Nou, ik heb altijd al veel interesse gehad in talen, culturen en religies. Dus toen ben ik naar Damascus gegaan om me daar eigenlijk onder te dompelen in een conservatief islamitisch milieu. Dus ik ben daar islamitisch recht gaan studeren aan de Universiteit van Damascus. Ja, gaat het zomaar? Nee, natuurlijk gaat het niet zomaar. Dus daar kwam ik meteen al achter dat in Syrië alles ongelooflijk ingewikkeld en lastig is. En dat niets volgens de officiële weg kwam. Ik kwam eraan en ik zei van ik wil graag islamitisch recht studeren. Nou, prima. Dan mag ik van u graag 14 pasfoto's, kopie van een huurcontract, kopie van een paspoort, kopie van een verblijfsvergunning, een brief van de ambassade dat u ook daadwerkelijk mag studeren hier, een HIV-test, een tuberculose-test en nog allerlei andere onmogelijke dingen. Nou, dat duurde 3 weken voordat ik alles bij elkaar had. Hij vroeg me eerst nog van, heeft u een Syrisch middelbare schooldiploma? Ja, nee, maar ik heb wel een universitair diploma aan een Europese universiteit, is dat ook goed? Nee, je moest een Syrisch middelbare, nou, dat soort dingen. Uiteindelijk mocht ik dan toch als gaststudent daar studeren. Ik moest alleen nog even wachten op toestemming van de veiligheidsdienst. Nou, dat duurde dan 1 week, 2 weken, 3 weken. 4 weken. Dus ik kwam steeds terug op het kantoortje van ja, hoe zit het nou eigenlijk? Nou, steeds maar niks gehoord. En 2 of 3 maanden dacht ik van weet je wat, zoek het allemaal uit. Heb ik gewoon college rooster opgehaald bij de kiosk en ben ik in de collegebank gaan zitten. En dan maakt verder ook niemand problemen. Dan is het hartelijk welkom. Nou, toen kwam ik dus eigenlijk in een milieu terecht dat voor mij heel vreemd was. Heel conservatief islamitisch. En niet alleen maar dat mensen 5 keer per dag bidden of dat ze vasten tijdens de Ramadan. Je komt in een omgeving terecht waar echt de levensstijl van een profeet tot in de details wordt nagebootst. Dus als ik met linkerhand een slok water neem, dan kreeg ik daar al commentaar op van een buurman. Van, ja, je moet eigenlijk met je rechterhand drinken. Als ik mijn tas op de grond zet, hè, dan was nee, je moet de tas niet op de grond zetten, je moet ze op de stoel zetten, want de profeet zette ook nooit tas op de grond. Als je nieste, dan moest je een bepaalde formule uitspreken. Ik ging wel eens voetballen met die lui. Hè? In een kort broekje wordt dan niet geaccepteerd. En, ja, natuurlijk krijg je wel interessante discussies, maar het is voor iemand die opgegroeid is in een blanke middenklassewijk, best wel even wennen. Dan had je ook nog, jullie zitten hier allemaal lekker gemixt natuurlijk, jongens, meisjes. Dat is daar uit een boot. Je had aan de linkerkant had je de vrouwen en die waren, als het al gemengd was, want vaak had je eigenlijk alleen maar met mannen les, maar die zaten dan helemaal in het zwart en vaak ook nog met niqab. En aan de rechterkant zaten dan de jongens. En die vrouwen die stelden eigenlijk ook nooit vragen, die schreven altijd een vraag op een papiertje. En dat schoven ze dan naar voren naar de leraar, omdat zelf het stemgeluid van de vrouw dan als lustopwekkend werd gezien. Soms kwam het wel een keer voor en ik kan me nog herinneren, op een gegeven moment stond een vrouw op en je moet je voorstellen, helemaal in het zwart, hè? En die stelt een vraag en ik kijk haar gewoon aan, want ik heb altijd geleerd, want het is beleefd als mensen een vraag stellen, dan kijken ze aan. Nou, er werd natuurlijk ook gereageerd door die leraar van, hey, draai eens om, wie denk je wel dat je bent? Ik kon natuurlijk door de grond zanken en al die medestudenten begonnen een beetje te lachen van, nou, dat is die buitenlander, die zal er niks van begrijpen. Maar dat was een beetje die sfeer waar ik in zat en hoe mijn leven eigenlijk was. Ik ging elke dag naar mijn college op het instituut en thuis veel boeken lezen. En zo ging ik eigenlijk van start. En al snel kwam ik er eigenlijk achter van wat het nou eigenlijk is om in een dictatuur te leven. Ik had natuurlijk al wel wat gelezen van Syrië is een repressief regime en mensen worden onderdrukt. En dat is theoretisch natuurlijk allemaal interessant, maar als je het aan de lijve ondervindt, dan krijgt het gewoon een andere betekenis. Het was misschien 2 weken, zat ik in een restaurant en kwam de eigenaar die kwam naar me toe en zei, Maarten, er is hier gisteren een man geweest met een leren jas en een koffer. En die begon allemaal vragen te stellen, van wat ik hier deed en waarom ik Arabisch sprak en dat soort dingen. Nou, oké. Ik wist dat dit soort dingen bestonden, dus ik dacht van dit zal wel gewoon normaal routine zijn.
Nou, toen kreeg ik op een gegeven moment kreeg ik een vriendinnetje. En dan word je, ik word ook verliefd. Hè. Dus dan ga je misschien wat drinken of je gaat zonsondergang bekijken vanaf een romantische bergtop. En dat duurde anderhalve maand of dus 2 maanden en ineens relatie verbroken, geen contact meer. Ze beantwoordde geen e-mails meer, telefoon nam ze niet meer op. Dus ik dacht van, oké, die wil me gewoon niet, kan allemaal gebeuren. Totdat op een gegeven moment haar vader mij opbelde. Van, Maarten, je moet even langskomen, want ik wil je iets vertellen. Ik dacht eerst dat hij misschien achter onze relatie was gekomen en dat hij me zou dwingen om te trouwen. Dus ik had al een doosje met zandkoekjes meegenomen om die man wat gunstig te stemmen. Maar het bleek nou toen er aankwam dat het meisje gewoon in pyjama als een doodvogeltje op de bank zat. Omdat de veiligheidsdienst haar een paar keer had meegenomen. En gewoon met een pistool op tafel had ondervraagd. Van waarom ze met me omging en waarom ik Arabisch sprak en waarom ik islamitisch recht studeerde en met welke sheiks ik omgaan. En dan zie je dus dat zo'n regime en die controle van die veiligheidsdiensten gewoon levens kapot maken. Dus ja, onze relatie werd natuurlijk verbroken. Ik wou die mensen verder ook niet in de problemen brengen. Dus zo ging dat eigenlijk. Dan had ik goede vrienden in een. In een stadje, een voorstad waar het nu echt goed vechten is. Het stadje heet Arbin en daar kwam ik heel vaak. Dat was ook een kantoortje voor bedevaart in de Mekka. En met de jongens ging ik altijd thee drinken. En er was een aantal jaren eerder was een aanval, of een aanval zo kan ik het wel noemen, geweest op een televisiestation in Damascus. Waar jongeren waren opgezet door een radicale sheik om dat radio- en televisiestation te bezetten met het idee dat ze vervolgens een coup zouden kunnen plegen. Ja, het idee stamt natuurlijk uit de jaren 70, dat als je eenmaal de media onder controle hebt, dan kun je ook het land besturen. Nou, die sheik was eigenlijk gewoon een agent voor de veiligheidsdienst. Dus die had alles al doorgebriefd naar de regering. Toen die jongens aankwamen, toen sprongen ze uit een jeep gewapend met tweedehands jachtgeweren. Nou, die werden meteen neergemaaid. En diegenen die overbleven, die werden gevangen gezet, mochten poseren met wat Kalashnikovs. En het kwam vervolgens in hoog in de krant dat er een terroristische aanslag was verijdeld. Die jongens die kwamen uit dat stadje Arbin. En die jongens waren allemaal tussen de 17 en 18 jaar. Nog kinderen. Die week daarna werden in dat stadje alle jongens tussen 17 en 18 jaar meegenomen. Zo ook het broertje van mijn vriend. Die zaten gewoon in dat bedevaartsbureautje zaten ze thee te drinken. Er komt er een wit busje langs. Ik zeg, goh, we zijn de weg kwijt. We zoeken die en die winkel. Zou je misschien even mee kunnen rijden, want we zijn niet bekend. Nou, het broertje stapt in, deur dicht, busje weg. Nou, die avond kwam hij niet thuis, die avond erop ook niet, en de hele week niet. Nou ja, dan ga je als ouders natuurlijk kapot. Uiteindelijk zijn ze door veel geld te betalen achtergekomen waar ze die jongens naartoe toegebracht hadden. Want het was niet alleen het broertje, het ging dus voor al die kinderen in die stad. Als ze gevraagd van, ja, we willen onze kinderen terug, we willen onze kinderen terug. Toen zei die man van de veiligheidsdienst, het is maar beter dat je gaat voor je zoon en ook voor jezelf. We zijn bezig met de routineonderzoek en we komen er wel uit. Dank u wel. 3 jaar later werd die jongen vrijgelaten na een maand in een isoleercel gezeten te hebben. Hij is geslagen met een elektriciteitskabel. Er werd een sigaret op zijn hand uitgedrukt. Toen heeft hij ook nog 2 maanden met gewone criminelen vast moeten zitten. Toen werd hij vrijgelaten met de opmerking, sorry, we hebben ons vergist. Ja, en dan kun je dus gewoon ook verder niks tegen doen, omdat die veiligheidsdiensten die staan gewoon boven de wet. Nou, die veiligheidsdiensten maken dus gewoon levens van mensen kapot. Kleine en op grote schaal. En ze zijn overal. Het is niet dat iedereen voor de veiligheid direct voor die veiligheidsdiensten werkt, maar het is een soort freelance netwerk. Van ja, dat zijn het shawarma-verkopers of taxichauffeurs of vuilnismannen. Die alles maar doorbrieven voor een beetje geld. En ze hebben dusdanige bevoegdheden en niemand kan ze controleren dat ze gewoon alles kunnen maken.
Dus ze persen ook gewoon iedereen af. Dan heb je ook nog allerlei verschillende veiligheidsdiensten die niet alleen de bevolking in de gaten houden, maar ook nog eigenlijk elkaar bespioneren. Want traditioneel komt het gevaar natuurlijk voor een regime van binnenuit en niet vanuit het volk. Dus ze hadden allemaal een beetje zicht op elkaar. Een vriend van mij die was advocaat en op een gegeven moment kwamen er gewoon gewapende mannen binnen en zei ja, je moet morgen, wil je daar en daar zien en je moet zoveel geld meebrengen. Het was gewoon veiligheidsdienst, het is gewoon maffia, die troggelde gewoon geld af. Maar hij kende van een andere dienst ook weer mannetjes. Dus hij kan gewoon opdagen met zijn eigen, met zijn eigen bewapend garde. Dus uiteindelijk was het een soort padstelling, is hij dan in huis gegaan. Het geeft een beetje aan wat voor land dat is. Ja, die veiligheidsdiensten, dat is natuurlijk vreselijk, maar het is niet het enige wat in Syrië niet klopt. Er was ook een gigantische corruptie. Ik had net al verteld dat ik bij dat bureautje vaak kwam voor die bedevaart naar Mekka. Nou, daar moesten ze dan een vergunning voor aanvragen. Nou, dan ga je dan. Ga je naar de gemeentelijke administratie of waar je dan ook moet zijn. En dan moet je allemaal documenten en stempels inleveren en handtekeningen van de politie. Heel stapeltje lever je in. Dan zeggen ze, oh nee, dat hele belangrijke document dat zit er niet bij. Ik kom volgende week weer terug. Ja, dan kom je dus de volgende week terug. Oh, maar die handtekening die klopt niet en die is al een week oud. Dan moet je toch maar even een nieuwe halen. Kom volgende week weer terug. Ja, dan heb je uiteindelijk alles bij elkaar, lever je het in en zeg je, nou. Volgende week terugkomen, dan staat er een handtekening van onze chef op en dan krijg je je vergunning. Kom je terug? Oh nee, hij heeft nog geen tijd ervoor gehad. Kom volgende week nog terug. Oh ja, goh, we zijn verhuisd en we zijn je dossier kwijtgeraakt in de verhuizing. Misschien moet je alles maar even opnieuw inleveren. Ja, dit gebeurt, je wordt gewoon net zo lang getreiterd totdat je dus geld betaalt. En dan trekken ze gewoon zo'n haar op en zeggen, oh kijk, hier heeft je vergunning. Oh, dat hadden we even niet gezien, nou alsjeblieft. Dus je wordt... Ja, het is corrupt als de pest, hè? Maar hier ga je allemaal netjes naar de universiteit en als je goed leert, dan haal je je tentamen. Ja, zo werkt het dus in Syrië niet. Het is gewoon studenten die stoppen gewoon geld bij hun tentamen om dat te halen. En het werkt ook andersom, dat docenten gewoon studenten afpersen. Dus ze laten gewoon iemand gewoon continu zakken en dan vragen van, goh, ik had het goed geleerd, hoe kan dat ik toch steeds een tentamen niet haal? Ja. Je zou me eigenlijk niet persoonlijk moeten vragen, maar misschien zou je me kunnen bellen. Maar ik heb geen mobiele telefoon, kun je dat niet regelen? Nou, dan moet dus een student met een mobiele telefoon voor zijn leraar komen en volgende tentamen haalt hij. Dus dan gaat het ook met meisjes, er zijn gewoon docenten die laten meisjes net zo lang zakken. En dan zeggen ze van ja, misschien moet je ze op de koffie komen en dan kunnen we eens kijken hoe je dat tentamen toch zou kunnen halen. Nou, dat is natuurlijk niet prettig en daar kun je ook verder niks aan doen. Want die docenten, dat zijn allemaal vriendjes van de decaan. En iedereen houdt elkaar de hand boven je hoofd. En je wordt gewoon zelf beschuldigd van prostitutie en je verdwijnt in de gevangenis. Nou ja, zo gaat het eigenlijk bij alles. Je moet gewoon voor alles betalen. En als je er niet voor wilt betalen, dan moet je mensen kennen. En dat is eigenlijk het derde aspect naar die veiligheidsdiensten en die corruptie. En dat is. Dat noemen ze in het Arabisch, noemen ze dat wasta. Als jij bijvoorbeeld een rijbewijs wil halen en die man, die examinator, is een vriend van een neef, van een achterneef van je vader, nou, dan wordt het gewoon geregeld, dan haal je gewoon een rijbewijs. En als je ze niet hebt, dan moet je betalen. Zo had ik een vriendinnetje, die was lerares op een basisschool en die wilde veranderen van school. Ja, dan kun je dus kiezen om dat via de officiële weg te doen, maar dan loop je dus gewoon tegen een muur op van bureaucratie en onwillende mensen. Dus die belde, die had toevallig een neef, die zat in het leger, was een officier, die belde ze dan gewoon op en die ging dan voor haar die overplaatsing regelen. Dus alles werkt op basis van connecties en kruiwagen en persoonlijke kennissen eigenlijk. Het is een soort gescheiden samenleving, dus die groep van mensen die eigenlijk alles in handen hebben, daar kom je ook niet tussen. En als je
als je niemand kent, dan ben je ook gedwongen om voor de rest van je leven in de onderste klasse van de samenleving te verblijven. Ja? Als je hier misschien aangeeft van ik wil een studiebeurs en daar doe ik een aanvraag naar en ik heb goede cijfers, dus ik maak kans. Nou, zo werkt het dus gewoon niet in Syrië. Goed, deze onderdrukking en corruptie en vriendspolitiek en nepotisme, dat is natuurlijk overal in het Midden-Oosten eigenlijk tot op zekere hoogte zo het geval. Misschien af en toe minder dan in Syrië, maar zeker aanwezig. Maar er speelt ook in Syrië nog iets anders, waardoor de context van Syrië anders is dan bijvoorbeeld in Egypte of in Tunesië. En dat heeft te maken met de bevolkingssamentelling. En daar ga ik u nu iets over vertellen. Als je het heel saai vindt of denkt van ik snap het niet, dan mag je me gewoon onderbreken. De meeste mensen in Syrië zijn Soenieten. Dat zijn moslims zoals wij ze ook in Nederland kennen. Dus Turks en Marokkaanse Nederlanders, dat zijn over het algemeen Soenieten. En dat is eigenlijk mainstream islam zoals wij het kennen. Dan heb je nog een kleine groep christenen, misschien 5%. En de grootste minderheid, dat zijn de Alawieten. Dat is eigenlijk een heterodoxe afsplitsing van de Sjiïtische islam. Maar die Soenieten in Syrië zien die Alawieten eigenlijk niet als moslims. En er valt eigenlijk wel iets voor te zeggen, want ze bidden niet, ze vasten niet, ze gaan niet op bedevaart naar Mekka, ze zijn niet gesluierd, de mensen drinken gewoon alcohol. En ze houden zich ook niet aan de islamitische wet. Dus ja, het is moeilijk vol te houden dat die mensen moslims zijn. Dat is natuurlijk in principe niet erg, maar het geeft wel een beetje aan hoe die verhouding altijd geweest is. En in de geschiedenis hebben die Soenieten, die hebben eigenlijk altijd de dienst uitgemaakt. Want Syrië was onderdeel van het Ottomaanse Rijk, 500 jaar lang. En die Soenieten controleerden eigenlijk alles. Handel in de steden, hadden groot grondbezit. En alle belangrijke bestuurlijke functies waren in handen van Soenieten. Die Alawieten, die wonen daar in dat gele gebied, zeg maar, aan de kust en in de bergen daarachter. Die werken eigenlijk als een soort horigen op die landbedrijven van die rijke Soenitische landheren. En die werden ook behandeld als slaven, dus die werden geslagen, hun vrouwen werden verkracht. Dat waren echt een soort tweederangs burgers. Ten meer ook omdat ze niet als moslims beschouwd werden, waren een soort heidenen of wat dan ook. Maar dat is eigenlijk heel lang zo gebleven, totdat het Ottomaanse Rijk in de Eerste Wereldoorlog terecht kwam en ook aan de verkeerde kant van de strijd eindigde. Dus ze verloren die oorlog en toen is het Midden-Oosten is opgedeeld door Engeland en Frankrijk. Nou, dat weten jullie vast allemaal wel. Syrië en Libanon werd Frans en Jordanië en Irak werd Engels. Nou, die Fransen die zagen eigenlijk die Soenieten, dat grote blok van de oude elite, als de natuurlijke vijand. Dus wat die deden, die begonnen die minderheden te versterken. Dus ze begonnen al privileges te geven aan christenen, aan Alawieten en Druzen. En ze hebben natuurlijk ook, wat ze nog gedaan hebben, dus deze kamer misschien eigenlijk beter kunnen. Ja, bijvoorbeeld Libanon hebben ze gekeerd. Het was een staat waar christenen net een meerderheid vonden. Dus ik dacht van nou, als we daar een christelijke staat maken, dan zijn we daar sterk. Toen hebben ze ook een Alawitische staat gemaakt en een Druze staat in het zuiden. En dat is allemaal in stand gehouden. Dus uiteindelijk is het Syrië geworden zoals het niet is. Maar er was duidelijk een verdeel- en heerspolitiek. Toen die Fransen vertrokken, is het eigenlijk zo doorgegaan. In 48 werd ze onafhankelijk. Die Soenieten die keken eigenlijk neer op een carrière in een krijgsmacht. Dus wat er gebeurde is dat al die minderheden, die zagen daar wel brood in, die begonnen zich aan te melden voor het leger en zich ook langzaam op te werken. Ja, dan krijg je heel die periode na de onafhankelijkheid van coups en countercoups en nog een keer een coups. Ja, op een gegeven moment zit er natuurlijk iemand in het leger hoog in de top dat geen Soeniet is. Dus die pleegt dan een coup. In 1964 kwam dan de Baath aan de macht. Dat was eigenlijk een socialistische, seculiere partij. En die begon eigenlijk die macht van die Soenieten te breken. Dus alle Soenieten die op belangrijke posities werkten, die werden uitgewipt. Die groot grondbezit, dat werd opgedeeld.
en onderverdeeld aan arme boeren en het gebied waar die Alawieten wonen, dus de Alawieten. Dus eigenlijk die hele elite, die Sunnitische elite, werd kapot gemaakt. Er kwam ook nog eens bij dat die partij heel seculier was, dus alcohol in het openbaar werd toegestaan, er waren aanvallen op vrouwen die gesluit waren. Syrië werd echt een seculiere, maar een seculiere staat is het eigenlijk niet, gedwongen seculier. De grootste klap kwam eigenlijk in 1971, toen eigenlijk een onbekende luchtmachtgeneraal Hafez al-Assad de macht greep in Syrië. En het was eigenlijk een schok. Hè? Hij kwam uit een dorpje, Kardaga, dus niet eens uit een grote stad. Het was gewoon een boer eigenlijk van afkomst. En wat voor de Soenieten nog grotere schok was, is dat het een Alawiet was. Dus opeens was alles wat altijd geweest was, totaal omgedraaid. Opeens hadden die Alawieten, wat eigenlijk heidenen waren en ketters, hadden het voor het zeggen in Syrië. Nou, dat waren de Soenieten dus eigenlijk niet te spreken over. Gekoppeld aan de seculiere politiek, dus die kwamen in opstand. Dus dan heb je in de jaren 70 en de jaren 80 heb je een opstand gehad onder leiding van een moslimbroederschap. En het regime dat had er geen moeite mee om daar met alle geweld een einde aan te maken. Dus die zijn in Aleppo van deur tot deur gegaan en hebben ze gewoon mensen standrechtelijk geëxecuteerd. In gevangenissen hebben ze alle moslimbroeders gewoon doodgeschoten. In Hama, waar echt een opstand aan de gang was, die hebben ze heel het centrum gebombardeerd en platgeschoten met gewoon artillerie op de stad gericht. En er zijn misschien wel 20.000 doden gevallen. En dat maakte eigenlijk ook gelijk een einde aan die opstand. Maar het is dus goed om te beseffen dat die demonstraties die in het begin van de revolutie aan de gang waren, dat het helemaal niet iets nieuws was of zo. Vaak wordt mensen gezegd van, hey, de ontwaking van de Arabische bevolking, dat is helemaal niet zo. Want in de jaren, eind jaren 87 werden ook alle grote steden platgelegd door demonstraties. Maar dat werd gewoon met knetterveel geweld de kop ingedrukt. En in die tijd was er nog geen Facebook en Twitter. Dus het was eigenlijk zo dat twee weken later pas mensen erachter kwamen wat er nou eigenlijk precies in Hama zich had afgespeeld. Ja, dat is nu natuurlijk niet het geval. Iedereen zet natuurlijk gelijk zijn foto's van demonstraties en schietpartijen gelijk op Facebook en Twitter. Dus iedereen kan het gewoon volgen. Anyway, als iemand trouwens vragen heeft, gewoon vragen. Als iemand wil weten wat ze naar de wieten en wat geloven ze erin, dan moet je het ook nog wel beantwoorden. Nou, het regime was duidelijk de baas, oppositie was uitgeschakeld en ik zat daar te studeren. En toen gebeurde dus het onvermijdelijke. Mensen kwamen in opstand en dat begon in Tunesië en het ging eigenlijk als een golf door de regio. Egypte werd Mubarak afgezet, in Libië werd na een korte maar hevige strijd Gaddafi vermoord. En mensen in Syrië dachten, ja, nu wij. En ik zat in een omgeving met heel veel conservatieve moslims, waar de meeste tegenstanders van het regime te vinden waren. Dus ik werd eigenlijk die revolutie ingesukkeld. En toen hoorde ik op 15 maart, welke dag is het vandaag? 19 maart, dus precies 2 jaar geleden, 4 dagen, dat er een demonstratie zou plaatsvinden in de Omeyyade moskee, in het grote historische moskee in het oude centrum van Damascus. En daar ben ik toen toegegaan. Ik was toch een boek aan het schrijven en dat vond ik dan eigenlijk ook wel interessant om mee te maken. Nou, dat was het gewone vrijdaggebed. Er waren 300 man in de moskee aanwezig en na de preek van die imam begonnen 5 of 10 mensen begonnen achterin te roepen. God, vrijheid, Syrië. Nou, dat bleek dus dat van die 300 mensen die daar aanwezig waren in de moskee, zeker 250 man veiligheidsdienstpersoneel was. Die waren al lang op de hoogte van wat gepland was op Facebook, dus die sprongen allemaal op, die sloegen die jongens in elkaar en voerden ze af. Ja, dat was voor mij echt een beetje een schok van, oh, zo werkt het dus. En daar heb ik toen een artikel van gemaakt en dat is toen gepubliceerd in NRC Handelsblad. En toen werd ik ook eigenlijk een beetje een soort van journalist. Ging stukjes schrijven voor de krant.
En later op de universiteit eigenlijk ook een beetje hetzelfde verhaal. Een soort demonstratie op een bepaalde faculteit. En ik zat in de collegebanken en ineens was het hele schoolplein afgesloten. De campus was volledig leeg, dus iedereen keek een beetje naar buiten van wat is hier aan de hand. Mensen probeerden het lokaal te verlaten, hadden ze de deur op slot gedaan. Dus er was ergens als een kleine demonstratie ontstaan. Nou, ze sluiten alles af, ze slaan die mensen in elkaar, tuigen ze af en voeren ze weg in busjes. En vervolgens komen er allemaal goons of handlangers van het regime met foto's van Assad. En die beginnen allemaal te roepen van dat de president geweldig is. Ja. Namen ze jou ook te grazen dan? Of zagen ze jou op het uitgestanden als wetsers? Ja, ik was daar niet aan demonstreren. Ik stond daar gewoon een beetje bij. En ik heb mijn uiterlijk natuurlijk ook een beetje mee. Ja. En ik spreek gewoon dat Syrische dialect. Dus ik val daar eigenlijk niet op. Ik ben er gewoon een toevallige bijstander. Ja. Maar wat het regime dus deed, ze draaiden die anti-regime demonstraties gewoon om in een pro-regime. Er kwam een duik opeens een televisiekamer op en kijk eens hoe het volk liefde heeft voor de president. Nou, ik ken het wel. Dus klets ik te veel. Ik heb nog wel een. Anders ga ik gewoon door met de pand. Ik heb al verteld over dat stadje waar die vriend van mij woonde. Dat was ook een heel conservatieve omgeving en daar was de haat tegen het regime ook ontzettend groot. En daar begonnen ze op een gegeven moment ook te demonstreren. We begonnen eigenlijk op donderdagavond, eigenlijk heel spontaan wat papiertjes uitgedeeld van de moskee. Van morgen gaan we demonstreren. Nou, de volgende dag ging daar mee naartoe en mensen verzamelden zich naar het vrijdaggebed. Het is logisch dat zo'n moskee wordt uitgekozen als verzamelplek, want in Syrië was eigenlijk al verboden dat er meer dan vijf mensen bij elkaar stonden. Dus de enige manier om mensen al bij elkaar te krijgen was in een moskee. En vandaar kon je dan makkelijk demonstreren. En die dag liepen, zal het zijn, een man of 300 door de stad. Ze hadden geen symbolen bij, gewoon een stok met een wit t-shirt en ze riepen vreedzaam verzet, vreedzaam verzet. Ze liepen ook door een christelijke wijk en ze riepen van christenen, moslims, in één hand tegen onderdrukking en voor de vrijheid. Dus het was van die sectarische spanningen of zo die je nu hoort, die was op dat moment helemaal nog niet zo merkbaar. Het was meer dat van we zijn allemaal Syriërs en we willen allemaal in opstand komen. De christenen in die christelijke wijk die keken er toch wat anders tegenaan. Die zagen gewoon in de islamitische buren, waar ze toch eigenlijk een beetje bang voor waren. Alsof dat zij een islamitische staat wilden vestigen. Dus die deden ook niet mee. En die keken gewoon een beetje van het balkon af van wat zijn het voor mensen. En je moet toch een beetje begrijpen dat die verhoudingen tussen al die minderheden, die zijn helemaal niet zo goed. En die christenen wonen bijvoorbeeld allemaal in aparte wijken bij elkaar. Die gaan allemaal naar een eigen dokter, die gaan allemaal naar een eigen supermarkt. En het is een soort verzuiling, zoals in Nederland in de jaren 40 ook was. Onderlinge vriendschappen waren zeldzaam, er wordt sowieso niet onderling getrouwd. Dus er is een hoop wantrouwen naar elkaar toe en soms ook wel gewoon haat. In ieder geval, die demonstratie die was daar en de eerste dag liet de veiligheidsdienst eigenlijk niet zien. En steeds werden die demonstraties groter en groter en groter. En het was op Goede Vrijdag dat ik daar demonstreerde en toen waren het denk ik misschien wel 2000, 3000 man. En we hadden echt het gevoel van, godverdomme, nu gaan we gewoon hier die geschiedenis veranderen. Hè. Het is een heel bijzonder moment dat je met zo'n grote groep staat en je protesteert voor toch echt wel voor iets met inhoud. En je denkt van, nu gaan we gewoon de geschiedenis veranderen. Dus we besloten toen op te trekken naar Damascus. Om daar een plein in bezit te nemen, zoals ook in Egypte natuurlijk is gebeurd met het Tahrirplein. Maar daar had het regime toch liever niet. Dus die hadden de brug die naar de stad liep, hadden ze een soort controlepost ingericht van het leger met zandzakken en militairen. Ja, we hadden gewoon geen enkele kans. Ze schoten een paar rookgranaten af.
En voordat we ons konden omdraaien, zetten ze gewoon een vol machinegeweer op de menigte. Toen zijn vier doden gevallen. Iedereen natuurlijk in paniek. Die gewonden proberen af te voeren naar het lokale ziekenhuis. Hebben ze daar nog zo'n soort keten van mensen omheen gevormd om te zorgen dat de veiligheidsdienst niet naar binnen zou kunnen komen en snel die mensen opereren, het ziekenhuis uitsmokkelen, zodat ze niet alsnog konden worden gearresteerd. De directeur van het ziekenhuis die werd later ook nog wel opgepakt en ontslagen omdat hij demonstranten had geholpen. Maar dit optreden van de veiligheidsdienst kon gewoon niet voorkomen dat die demonstraties groter en groter werden. En eigenlijk had het juist het tegenovergestelde effect. Hè. Je moet toch begrijpen van als jouw broer wordt vermoord of jouw neef wordt vermoord, ja, dan ga je niet thuis zitten blijven zitten en lopen kniezen. Dan ga je gewoon, dan wil je een wraak nemen op die lui. Dus dat was ook gebeurde. En rond de tijd begonnen mensen dus wapens te verzamelen. Eerst wat mensen nog in huis hadden en later van soldaten die weigerden te schieten op demonstranten, die namen een wapen mee of ze kochten het op de zwarte markt of van corrupte officieren. En toen begonnen ze dus terug te schieten. Misschien even pauze dan? Kunnen we nog wel iets voor afleveren? Oké, Dat is prima. Dus begon eigenlijk het initiatief over te nemen. Er werden een soort hit-and-run aanvallen uitgevoerd. En met name in de stadje Harbin, waar tussen zat, daar begon ze ook aanvallen uit te voeren op de checkpoint. Ik ben toen het land uitgezet vanwege mijn journalistieke dingen, maar misschien kan ik daar later nog even al iets over vertellen. Maar die mensen begonnen ze dus te bewapenen. En het regime dat probeerde eerst bijvoorbeeld Arbin binnen te komen en mensen te arresteren. Maar die rebellen die hadden zich dan verscholen tussen achter vuilnisbakken of van een hoog gebouw. Dus die begonnen vanuit verdekte positie die soldaten te beschieten. Dus die leden nogal wat verliezen. Dus toen begon het regime gewoon de tactiek van de schroeide aarde toe te passen. Dus overal waarvan ze dachten dat de rebellen zich verschansten, daar begonnen ze gewoon met mortieren of artillerie begonnen ze gewoon hele woonwijken plat te schieten. Ja, die rebellen waren ondertussen alweer weg, dus het enige waar het toe leidde was dat ontzettend veel burgerslachtoffers vielen en mensen op vlucht sloegen. Die vriend waar ik over vertelde, die verloor toen een neef. Die probeerde te vluchten met een kind in zijn armen en die kreeg toen een mortier op zijn hoofd. Die baby heeft het uiteindelijk kunnen redden. Het geweld nam toe, de woede nam toe. En de sectarische verhoudingen die verslechterden ook steeds. Omdat het ondertussen wel duidelijk waren dat die rebellen en die opstandelingen eigenlijk alleen maar sunnieten waren. Christen hielden ze nog een beetje neutraal, maar die Alewieten, omdat die zich verbonden voelden met het regime en ze dachten van dit zijn de mensen die ons beschermen en ons de macht hebben gegeven, die bleven gewoon het regime steunen. En nog erger, die vormden een soort paramilitair. In het Arabisch noemen ze dat Shabiha. En dat waren gewoon knokploegen in dienst van het regime. En dat waren voornamelijk Alewieten. En niet alleen Alewieten. Ik wil niet generaliseren. Het is niet zo dat alle christenen met het regime waren of alle Alewieten met het regime. Of dat alle Soenieten tegen waren. Er waren ook wel Soenitische paramilitairen en ook mensen die verantwoordelijk waren voor die bombardementen die Soenieten waren. Maar over het algemeen kon je dit dus wel stellen. En dat land dat zag je ook gewoon in twee kampen uiteenvallen. De vriendschappen die vielen uit elkaar tussen Alewieten en Soenieten. En iedereen viel gewoon terug op zijn eigen groep. En dat is toch een beetje hoe het Midden-Oosten ook werkt. Hè? De politiek wordt gevoerd op basis van je eigen gemeenschap en je eigen groep. En daar ben je trouw aan. Dus als jouw leiders dat en dat vindt of het regime steunt, dan doe jij dat ook. En als jouw vader dat doet, dan doe je dat ook. En zo werkt het dus ook. Dus het is veel meer dan alleen maar onrecht en dictatuur. En het was er wel. Maar er speelt ook allemaal het belangen van groepen een rol. Dus die Alewieten die vrezen dat ze aangaan en dat hun machtspositie ondermijnd wordt. De christenen waren bang voor een islamitische staat. En die Sunnieten wilden ook wraak voor jarenlange dictatuur en onderdrukking.
Nou, uiteindelijk werden die aanvallen van het Vrije Leger, zo werd het een beetje genoemd, die rebellen werden steeds heviger. En toen probeerde het regime, dacht van dan gaan we gewoon een einde maken aan die rebellen in Harbin. Dus die hebben gewoon toen het stad binnengekomen met zwaar materieel, tanks, panzervoertuigen en het stadje bezet. Het centrale plein, iedereen die er in de buurt kon moest zijn papieren laten zien. Niemand kon zomaar meer in en uit. En op het dak van het gemeentehuis werden sluipschutters gezet. En iedereen die na 10 uur nog op straat was, die kreeg gewoon een kogel door zijn hoofd. En dat was echt geen grapje. En soms begon ze ook te schieten voor 9:30. Dus dat leverde gewoon heel veel woede op bij de bevolking. Een tweede neef van die vriend van mij is zo omgekomen. Zijn buurman was eerst neergeschoten. En dat lijkt dat bleef gewoon 3 uur op straat liggen. En hij dacht dat op een gegeven moment het wel veilig genoeg was om die man weg te halen. Dus hij kwam van achter zijn schuilplaats tevoorschijn. Maar hij werd ook meteen geraakt. Dus die sluipschutters die vormen gewoon ook echt een gevaar. En het is, die oorlog bestaat nu nog vaak ook van mensen die van verdekte posities elkaar onder vuur nemen. Nou, die rebellen die besloten dat het nu genoeg was. Dus die hebben ongeveer 3 of 4 brigades verzameld en die hebben toen in 1 nacht het plein aangevallen. Alle militairen gedood en ze zeiden van nou, nu is Harbin bevrijd. Maar ja, wat is bevrijd en tegen welke prijs? Want het regime, dat handelt gewoon uit wraak en met doogeloosheid op die aanval. Die begon het gewoon heel het stadplat te bombarderen. Dus je hebt net hier dit gezien. Ja, Harbin ziet er dus de gedeelte ook gewoon zo uit. Ze zijn gewoon begonnen met mix en artillerie en kanonnen en tanks. Gewoon de hele stad vernietigen als wraak. En dat stadje waar ik zo vaak kwam en zoveel vrienden heb gehad en al de thee heb gedronken, daar is gewoon niks meer van over. En al die gewone burgers en bewoners die zijn op de vlucht geslagen, want je kunt er niet leven. Dus de enige mensen die er nog zitten, dat zijn gewapende rebellen. En Damascus is helemaal vol met vluchtelingen, en, of in Libanon of Turkije, nou, ze zei het net al, misschien zijn er wel 2 miljoen mensen buiten Syrië in vluchtelingenkampen, maar binnen Syrië zijn ook zeker nog 3 miljoen mensen op de vlucht. En mijn vrouw is Syrisch en haar vader zit ook in Beirut vast, en die kan ook verder niet naar Europa komen, want ze geven geen visa af. Dus het is gewoon best wel een dramatische situatie. En het lijkt ook niet dat er op binnenkort veranderingen in komen. Dit is trouwens een foto die we misschien eerder kunnen laten zien. Dit is de vader rechtsonder. En de tweede van linksboven is de zoon Hafez al-Assad Bashar al-Assad. En zo is misschien wel aardig de militaire situatie nu. Dus die groene gedeeltes, dat is eigenlijk onder controle van de rebellen. En die rode gedeeltes zijn onder controle van het regime. Dus je ziet gewoon dat niemand controleert eigenlijk iets. Die rebellen hebben niet genoeg wapens om het regime een dodelijke slag toe te brengen. En die regime is gewoon ook niet sterk genoeg om die rebellen te verslaan. Dus het is een soort padstelling. Maar je kunt dus ook duidelijk zien, die oranje gebieden wat nog van het regime is, dat daar dus de Alawieten en de christenen wonen. En dat is allemaal geen toeval. Hier in het zuiden, het rechter oranje gebied, daar wonen de Druzen. Die zijn ook met het regime. En op het moment ziet het er niet naar uit dat het er snel iets gaat veranderen. Dus ik heb zelfs het vermoeden dat het nog 2 jaar kan duren als de Westen niet ingaat. Met nog een keer 200.000 slachtoffers. Dat wou ik nu even poseren en dan kunnen we misschien daarna wat vragen stellen en over dingen die jullie willen weten, dan zou ik daar op antwoord geven en misschien ingaan op de huidige situatie. Ja, dan is het nu tijd voor een kwartiertje pauze. Ga allemaal lekker even naar beneden en vergeet je drankjes en dekentjes niet beneden te laten. Tot zo.